Heet je Wouter of Jeroen? Nou, let dan even op. Want een groep Wouters gaat binnenkort in Almere... Paintballen ga, ik, ga ik even koffie halen? Ik ja. ga even koffie halen, maar ik eet niet zo. Nee, ik ook niet. Maar goed, we gaan het toch even over hebben. Want er zijn vast <laughs> ja. mensen die wel zo heten. Dat doen we met uh, Wouter Starrenburg. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag. Ja, dat is logisch. We wilden vragen van waarom uh, alleen Wouter en Jeroen. Maar jij heet Wouter, dus het, 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 50% is er al. Ja. Ja, die 50% dat is uh, Louter Wouter. Dat is een uh, WhatsApp-groep met, ik geloof nu een stuk of 310 uh, Wouters erin. Van ja, over heel Nederland in feite. En uh, met Louter Wouter kregen wij, er, uh, kregen wij de wind van dat er een groep is, uh, een soortgelijke groep van Jeroenen. Die ongeveer even groot is, dus ook een mannetje of 300. Uh, en die heet het Jeroen Jeroenlegioen. En zodoende is het, uh, is het idee. Te... Ja, ontstaan om een keer te gaan paintballen tegen die lui. Even kijken wie de, wie de sterkste naam heeft. Maar hoe komen die groepen bij elkaar dan, Wouter en Jeroen? Want dat zijn twee aparte uh, ja. WhatsApp groepen. Volgens mij is dit ontstaan, omdat er een Wouter is, bij ons in Louter Wouter, die een broertje heeft uh, in het Jeroen legioen. Maar er zijn wel meer onderlinge connecties zo. So. Maar, okay, ja. maar, maar jullie hebben dus een, uh, nee, in jouw geval, dus een, een Wouter-groep uh, uh, opgericht ergens een keertje. Uh, dat is ergens ontstaan, omdat iemand uh, dacht van: wow, ik ken wel heel veel Wouters, dus die voeg je toe in je eigen groep. Ja. En dat, dat escaleert en, en, en door het hele land heen worden in één keer allerlei Wouters toegevoegd. Is dat, dat, is dat een beetje het, het idee, het spel? Ja, dat is, dat is eigenlijk precies het geval. Ja. Ik merk ja. wel dat we een beetje gecentreerd zitten in studentensteden zoals Enschede en Eindhoven. Ik denk omdat daar de, de sociale contacten wat, uh, hoe zeg je dat? Dichter bij elkaar liggen. En uh, ja, Wouter is natuurlijk uh, slim, gewiekst en hoogopgeleid. Oh ja, dus ik ja. snap dat jij dat zegt. Ja, inderdaad. je zegt dat zelf. Ja, <laughs> ja maar, maar, maar stel, ik heet dus uh, Wouter, dan kan ik jou gewoon uh, opbellen. Van, mag ik in die groep? En dan zit je in een soort familie eigenlijk. Ja, dat, ja inderdaad. En wat en doe je dan elkaar? Als je nou zit luisteren uh, of je, je kent iemand die Wouter heet, uh, We hebben een Instagram die heet Het Louter Wouters. Mm -hmm. Of als je mijn opzoekt, Wouter Starrenburg, dan uh, kunnen we regelen dat je in die groep terechtkomt. Maar wat is er dan te doen in die groep? Is het alleen grappig of worden er activiteiten worden georganiseerd? Uh, het is voornamelijk grappig, maar we proberen om uh, een paar keer per jaar een, uh, een Louter Wouter Meetup te hebben. Zo is de laatste in Enschede geweest. Die heb ik toevallig ook soort van op touw gezet. Uh, en daarvoor hadden we er eentje in Eindhoven. En dan kom je gewoon met een aantal bouters uh, bij elkaar. En uh, dan gaan we even biertje drinken of zo uh, even gezellig wat doen. Oh ja, ja, precies. En nu hebben jullie dus bedacht om te gaan paintballen tegen Jeroen. Dat gaan jullie uh, in oktober doen in Almere. Um, ja, uh, waarom paintballen? Uh, nou ja, paintballen. Ja, dat is een leuke sport. We hadden ook best kunnen gaan karten of zo. Maar uh, paintballen klonk wel leuk. Ja, ja precies. En, en hoeveel viel man? Ja. Nou, hebben er zich al 300 man uh, aangemeld? Nee, zo, uh, zo hard gaan we niet. Uh, we hebben uh, momenteel ongeveer 15 man aan, uh, aan iedere kant uh, voor het paintball. En uh, we hebben mogelijkheid om nog op te schalen. De ene Wouter is natuurlijk iets fanatieker dan de andere Wouter. Dus uh, ja, dat, ja. dat, dat verschilt in, in de aanmeldingen natuurlijk. Ik vind het wel heel origineel. Mm -hmm. Ja, de, en, maar jij bent natuurlijk student. En je vertelde net. Er zitten ook veel studenten in die, in die groepen. Um, wat nou als je Wouter of Jeroen heet. En je bent een uh, jaar of vijftig. Mag je dan ook meedoen? Zeker, zeker. We hebben. Uh, volgens mij zijn de, de jongste en de oudste Wouter in onze groep. zijn uh, Vader en zoon. Maar we hebben in feite alle, alle leeftijden. En die jongste die is een jaar of. zestien, geloof ik. En uh, de oudste die is in de 60, 80. Misschien ben ik nu iemand heel erg aan het beledigen. Maar. Uh, in ieder geval, we zijn uh, van alle leeftijden en uh, het is allemaal lekker vrijblijvend. En als je zin hebt, dan, uh, dan kom je erbij. Wat zou je nou willen bereiken met zo'n WhatsApp-groep? Uh, nou, moet het echt in de duizenden gaan lopen? Wil je gewoon elke Wouter in heel Nederland erbij hebben? Nou, nee, dat moet je ook niet willen. Uh, want er zijn vast ook wel Wouters bij die, uh, nou, die er geen belang bij hebben en uh, die niet echt de moeite waard zijn. En uh, de limiet van de WhatsApp-groepsetgrootte is op dit moment 512 leden. Oké. Okay, dus we ja. kunnen nog even doorgroeien. Ja. Ja. Maar de grap is, op het moment dat wij de 250 leden bereikten, was de toenmalige limiet van 256 leden is, uh, is verdubbeld. Dus uh, ja, WhatsApp heeft ruimte gemaakt voor meer Wouters. Ja, dat blijkt ja. <laughs> En nu gaan jullie dus uh, paintballen tegen de Jeroenen. Dat is op 29 oktober in Almere. Um, ja. Er kunnen dus nog wel wat Wouters en Jeroenen bij. Kunnen ze ze ja. bij jou aanmelden? Die kunnen zich met mij aanmelden inderdaad, uh, Instagram Wouter Starrenburg aan elkaar of de Instagram Louter Wouters en dan kunnen we, ook, geldt ook voor Jeroen, kunnen ook bij Louter Wouters terecht en dan regelen we dat die in het Jeroenlegioen komen en dat die uh, lekker mee kunnen paintballen als ze dat willen. En wat, uh, wat krijgen de winnaars? Uh, de verliezers die betalen het eerste rondje als we naderhand even een biertje gaan drinken ergens in de stad. <laughs> ja, volop gezelligheid. Dus je een biertje. Aanmelden kan dus bij jou. Ik hoop dat veel Wouters en Jeroen zich nog eventjes laten horen bij jou. En veel succes met de wedstrijd in oktober. Wouter Starrenburg.